3, 2, 1. Hey mensen! Het gaat niet zo lekker. Hey mensen! Welkom bij een nieuwe challenge video. En vandaag gaan we de pizza challenge doen. Yay! Marit die vraagt er al maanden om. Dylan, zullen we de pizza challenge doen? Echt, Marit wil die heel graag doen. Voor de mensen die de challenge niet kennen, hier zitten 5 ingrediënten op. 5 lekkere. Maar ook 5 vieze. En wij gaan daar krabbelen. En het lot bepaalt welke ingrediënten wij op de pizza moeten doen. Zodra we de ingrediënten erop hebben gedaan, wordt de pizza in de oven gedaan. En dan, daarna moeten we een slice gaan proeven. Ik heb de ingrediënten uitgezocht. En bij de vieze zit er voor ons allebei 1 ding in wat we allebei echt heel ranzig vinden. Dus ja, ik weet niet wat erin zit. Ik ben echt benieuwd. Voor hetzelfde geld zitten er gewoon 10 vieze dingen. Wie krabbelt eerst? Jij. Ja, ik. Deze. Oeh, dit is gewoon tomaat. Oh, nee. Yes. Tomaat. Ga je die er zo op doen? Nee, ik ga hem daar wel snijden. Ah, oké. Chorizo! Yes! Lekker, ik hou van chorizo. Ja, die is wel lekker. Die had ik ook graag gewild. Dus zo. Ga je die er zo op doen? Ja. Oké. Pepernoot. Pepernoot. Ja. Nou. Eigenlijk mag ik een piet spelen. Dat ging niet goed. Maar dit was een vies ingrediënt. Ja. Oh, dan valt het nog allemaal mee. Ik had echt gedacht dat er schroeven of punaises bij hadden. Hoe kan je dat opeten? Champignons! Jij? Lekker! Zieke geluk. Oh, dat vind ik lekker. Dat betekent dus dat ik sowieso al weet. Koude geitenkaas, dan heb je geluk. Yes! Yes! Dus jij moet er nou daarna een koude geitenkaas op doen? Ja. Oh, please, dat vind ik niet leuk. Dat vind ik helemaal niet leuk. Zure matten! Lekker! Weet je dat lekker? Dat weet ik niet. Was dit vies bedoeld? Ja. Jij bent? Nou, olijven! Die is lekker! Oh ja, ik had die niet heel lekker gevonden op pizza. Maar dit olijven en pepernoot is niet echt lekker. Koriander! Als ik dat erop had gehaald, dan had ik echt geen hap kunnen innemen van deze. Ik vind het best wel oké, ik vind het niet vies. We hebben allebei elkaars vieze dingen. Dat is fijn. Zo, mijn pizza was wel goed, moet ik zeggen. Sushi! Dat is vaak raar op een pizza. Dat is echt raar op een pizza. Dat is echt vies op een pizza. Nou, dan heb jij nog iets lekkers. Echt? Ja. Oh yeah. Ham! Jij hebt gewoon een super lekkere pizza. Ja. Jij hebt maar 2 vieze dingetjes. Ja, maar deze vind ik niet echt vies. Alsjeblieft. Yeah! Deze is niet zo lekker. Ik wil dit niet op mijn pizza, want dan ben ik bang dat ik daarna nooit mijn sushi wil eten. En dit zijn ze geworden! Ik ruik die zure matten echt goed, jongen. Omdat wij geen oven hier hebben, ben ik net naar een lunchroom gegaan. En toen vroeg ik, mag ik deze pizza's even bij jullie in de oven? Het stookt daar naar de zure matten en pepernoten. Dit zijn ze dus geworden. En wat nu? Nou, we gaan nu een stukje ervan afhalen, een slice. En die gaan we proberen. Godverdamme zeg. Ja? Moeten we tegelijk happen? Ik weet niet hoe de challenge gaat. Maakt niet uit. Maar lekker. Dit is maar lekker. Oh. En wat alsjeblieft. Pepernoot op mijn pizza. Is fucking lekker. Wacht, doe normaal. Serieus? Moet je proeven? Nee. Nee, maar dat moet je echt doen. Dat is lekker. Nee. Maar echt lekker. Alleen deze wil ik niet. We moeten wel een slice opeten. Dat is geen probleem. Probeer een slice van mij alsjeblieft. Dan doe ik ook van jou proberen. Want jij zit gewoon lekker te eten. Ja, dit is echt lekker. Gadverdamme. Dit wil ik niet. Dit is geen combi. Dit is echt lekker. Yummy! Proef. Nee. Nee. Proef. Nee. Dan doe ik het ook van jou. Ja, maar nu is niet erg. Dat hoort erbij. Nee, je verzint dat nu. Nee, dat zie, dan moet je die video's kijken. Dat hoort erbij. Dylan. Eet die sushi ook. Dylan. Oh ja, eet die zo. Oh, mijn oor.
ik dan. Als er geen zure mat op zat, was het echt een bazenpizza. Nee, koriander was ik niet. Nee, maar zet maar heel klein beetje. Dus eigenlijk lijkt het deze wel. Dit is een krap. Oh. Hoe chemisch is dat? Je proeft gewoon dat er echt heel veel chemische shit in zo'n zure mat zit. Jezus Christus. Voilà. Dit was de pizza challenge. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ja, ik ga hem niet nog een keer doen, want ik eet liever gewoon een normale pizza, want dit was niet heel lekker. Vonden jullie deze video dan leuk? Klik dan op dat duimpje omhoog hier beneden. En wil je op de hoogte blijven van de nieuwste video's op mijn tweede kanaal? Klik dan op abonneren. Ik wil iedereen bedanken die allemaal tips voor ingrediënten heeft gegeven via Instagram. Oh, je hebt het gevraagd? Ja. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Ja. Later!